Welkom, fijn dat je weer kijkt. We gaan vandaag weer kijken naar nucleofiele substitutiereacties. En in het vorige filmpje hebben we gekeken naar SN2-reactiemechanismen. Vandaag gaan we kijken naar SN1-reactiemechanismen. En SN1 staat voor natuurlijk ook weer een substitutie met behulp van een nucleofiel deeltje. Ja. En dat nucleofiele deeltje valt weer aan op een elektrofiel koolstofatoom. Dus wat dat betreft is het hetzelfde, alleen hebben we nu natuurlijk een cijfer 1. En waar staat die cijfer 1 voor? Dat cijfer 1 dat staat voor, voor de concentratie van maar één stof waarmee we de reactiesnelheid kunnen bepalen. Dus in plaats van een SN2 reactie waarin beide concentraties van belang zijn voor de reactiesnelheid, is nu maar één de beginstof. Is van belang om de reactiesnelheid te bepalen. En deze SN1 reactie gaat in twee stappen. En die twee stappen die heb ik hier op het bord uitgetekend. En die loop ik met je door. Ik begin ook weer met een koolwaterstof hexaan. Waarbij een methylhexaan waar een bromatoom op zit. En dat bromatoom ziet in blauw, zie je mijn vrije elektronenparen of mijn niet gebonden elektronenparen. En je ziet met een blauwe pijl wat er gebeurt. Ja, dat brom dat neemt dat bindende elektronenpaar in zich op. En dat wordt een Br-ion, zoals je dat hier ziet. En dan blijft er natuurlijk een carbocation blijft hier over. Het carbocation in dit geval is vrij stabiel. Waarom weet ik dat? Nou, omdat ik veel vertakkingen heb. En ik weet van vorige filmpjes dat een carbocation dat stabieler is. Ja, hoe groter, hoe meer vertakkingen dat C-atoom heeft. Wat zie ik nog verder? Ik zie hier een sterretje bij dat koolstofatoom. En dat is een asymmetrisch koolstofatoom. En een asymmetrisch koolstofatoom, dat betekent dat die vier verschillende groepen heeft. En dat het dus een spiegelbeeld isomeer is. Ja, dus de chiraliteit die deze stof in het begin had, zullen we zien dat die verdwijnt en dat het een racemisch mengsel wordt. Dit is stap 1 en dit is een stap die langzaam gaat. Ja, dit is een langzame stap en dit is dus de snelheidsbeperkende stap. En dit is ook de reden waarom je nu misschien snapt, hopelijk, dat alleen de concentratie van deze beginnende stof, dat de snelheid van de reactie bepaalt. Gaan we dan kijken naar stap nummer 2. Ja, dit carbocation dat reageert met water. En ik heb hier de stap 2 in eigenlijk dubbel getekend. Ik heb hier twee watermoleculen getekend. Nou, wat kan er gebeuren? Ja, dat watermolecuul wat hier boven dat carbocation staat, of het watermolecuul wat hieronder staat, hebben we 50% kans welke van die twee zeg maar de juiste aanval doet. Als die aanval lukt, van de bovenste, dan krijgen we een OH-groep die bindt aan dat positief geladen koolstofatoom. Als de aanval aan de onderkant lukt, dan krijgen we het OH, de OH-groep die hier aan de onderkant gebonden is met dit koolstofatoom. Nou, deze kansen die zijn even groot, die zijn 50%. Dus wat hou ik in mijn uiteindelijke eindproduct hou ik over. Ik hou 50% van deze stof over. Dat is L3-methylhexaan-3-ol. Ja. Of de D-versie. Ja. Dat is dus 50-50% van de rechtsdraaiende en de linksdraaiende door elkaar heen. En dus heb ik een racemisch mengsel gekregen. En die chiraliteit van die stof waarmee ik begonnen ben, die is verdwenen. Wat hou ik nog verder over? Ik hou een H+ deeltje over. En dat moet natuurlijk, want ik begon hier zo in deze stap 2 met water. Ja, van dat water, dat bindt maar één OH deel. Dus ik hou een H+ over. Omdat dat zuurstof, dat heeft de hele binding weggenomen. En dus zit dat waterstofion, dat waterstofdeeltje, dat zit zonder elektronen en is een H+ ion geworden. Nou, wat je ziet, twee stappen. Ja. De eerste stap is heel langzaam, snelheidsbepalend. De tweede stap is heel snel. Ja.
Welke andere verschillen zien we nog met een SN2-reactie? We zien dat we een stof hebben, hier een carbocation, die aantoonbaar aanwezig is in ons oplosmiddel. Ja? Of in ons reactievat. Dit kunnen we aantonen, deze stof. In tegenstelling tot een SN2-reactie, ja, daar hadden we alleen de overgangstoestand. Die overgangstoestand die was alleen om het begrijpelijk voor ons te maken. Ja, maar hier zien we daadwerkelijk een ion, in dit geval een carbocation, verschijnen. En dat carbocation kunnen we aantonen in ons reactievat. Nou, dat is echt wel anders dan die SN2-reactie. Nou, wat moet je dus onthouden? Je moet dit goed van elkaar kunnen onderscheiden, een SN2 en een SN1 reactie. Je moet weten waarom dit de snelheidsbepalende stap is. Ja, en we gaan het in latere filmpjes nog hebben over de competitie tussen SN1 en SN2 reacties. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Misschien wil je subscriben of vind je dit andere filmpje interessant. Stel je vragen in de comments, ik antwoord altijd. Heel veel succes! Nucleofiele. Bah.